Hallo kijkers en welkom op de 1700ste vlog. 1700 dagen ben ik al aan mijn eigen al aan het filmen. Wat gaat de tijd toch snel, mensen. En daarvoor ga ik ook nog de Q&A doen vandaag, dus ik ga die ook nog beantwoorden, noem maar op. Dus ik ga er een hele leuke dag van maken. Eerst sowieso richting mijn werk rijden. En dan ga ik jullie vragen straks ook nog beantwoorden. Ja, dat ga ik doen. Nu ook even zo aan het kijken, heb ik dan ook alles om mee te delen? Mijn jas, ja, check. Dus alles komt wel in orde. Dus jas, portefeuille. Portefeuille, die zit in mijn jas. GSM, check. Oké, ik kan vertrekken. Tot later en veel kijkplezier met de Q&A. Zo mensen, ik heb gedaan met werken. Wauw. En ik heb daar weer al nieuws ontvangen van het geweldigste. Jawel, dames en heren. Ik hoop zo dat er wat livestreamjes gaat aankomen. Ik ben weer al thuis. Nee, dat is niet leuk. Ik sta terug op de dop. Ik ging heel goed werken. Ze zagen mij ook dat ik daar echt goed intensief bezig was met werken en al op het werk. Dat heb ik vandaag gedaan. Ik heb bussen moeten bestikken. Eerst van 1 liter. Dus de rondom bestikkering. En ook soms eens intasten. En daarna ben ik, heb ik ook nog helpen uittasten van 5 liter flessen, bussen, hoe jullie dat ook willen noemen. En het is leuk. Leuk om te doen. Ik kan geen andere job. Ik geef het eerlijk toe, geen andere job meer inbeelden. Kan ik gewoon niet. Ik doe het veel te graag en al daar. En dat wil ik ook zo houden. Dus mijn mentaliteit is op zich van begin van deze jaar, van 2023, veranderd naar eind 2023. Ik vond het een moeilijk jaar, ik zal het zo zeggen, een moeilijk jaar om gaan te werken en al. Ik heb redelijk wat meegemaakt ook de laatste tijd, maar ik ben nu wel de laatste tijd altijd al gaan werken. Dan weten jullie dat. En nu ben ik onderweg naar mijn thuisje toe. Dat ik morgen toch vrij af heb, ga ik de Q&A nu vandaag niet opnemen. Ik geef het eerlijk toe. Maar ga ik het morgen ergens overdag doen, dat het toch nog tijdig nog klaar geraakt voor het online gedeelte. Mijn excuses al voor de vlog van gisteren, dat die ietsjes te laat online is gekomen, want ik heb nog een en ander nog gauw te doen. En dat kan niet voor 7 uren dat ik nog thuis kan geraken. Dus mijn excuses ervoor, maar de vlog is sowieso nog op dezelfde dag nog wel online gekomen, maar dan ietsjes later dan de normale tijd. Letten, natuurlijk. Moet ook gebeuren, hè. Voilà. Nee, ik wil ook dan even een kleine autovlog van maken. Dus ja, ik zat dus morgen op de dop. Overmorgen misschien ook nog op de dop. De dagen daarop ook nog misschien nog op de dop. Dus ja, ik moet nog maar 3 dagen werken. Dinsdag, woensdag en donderdag. Morgen moet ik ook naar de tandarts toe gaan. Oh, dat is spannend.
voor jullie is dat eigenlijk dan al vandaag dat ik naar de tandarts ga of ben al geweest. Want ik heb om 17 uur daar een afspraak. Voilà. Ja, ja. En dan s'avonds als ik thuis kom, lekker eten. Zonnedoek op beeld zetten, weer al wat ik heb meegekregen van mijn ouders. En hier blijven staan. Dank u. En ik ga je ook één ding zeggen. Ik heb me vandaag gegeven. Ik ben back off. Daarom dat ik ook even een autovlog in elkaar flans met een Q&A'er aan. Dus nu, ik wil ook eens wat vragen stellen. Dus voor de Q&A wil ik eens vragen stellen naar jullie eens toe. Ja, naar jullie toe. Oké. Vraag nummer 1. Dus dan schrijf je gewoon 1. Van een dubbele punt of zo'n een boosje. Staat jullie kerstboom te al? 2. Als jullie kerstboom hebben gezet, wilt je daar dan alsjeblieft een foto van maken en die dan opsturen naar info@cyclotv.be. Ik wil daar een kleine filmpje van maken, een mooie dia-show. Of als je het zelf filmt, die filmfragment wil ik dan ook wel toevoegen in mijn vlog. Dat wil ik zeker doen. Dus elke beeld wat ik dan binnenkrijg, wil ik het ook wel integreren in mijn vlog. Ja, dan nog vraag 3. Het is al even wel geleden, Sinterklaas. Ik wil nog even terug naar Sinterklaas gaan. Ik denk van, what the fuck, waarom ga je nu terug naar Sinterklaas toe? Want Sinterklaas is toch door. Wie heeft er eigenlijk allemaal cadeautjes gekregen van Sinterklaas? Ik geef al eerlijk toe, ik niet. Ik doe daar niet aan mee. Eigenlijk ook praktisch kerstmis ook niet zo echt. Voilà. Voilà, dat waren de vragen. Vraag 1 was, staat jullie kerstboom er al? Vraag 2, als jullie de kerstboom hebben gezet, stuur dan een filmpje of een foto naar info@cyclotv.be. Dan voeg je dat toe in mijn vlog. Vraag 3, zijn jullie braaf geweest bij Sinterklaas en hebben jullie ook dan iets gekregen van de goede Sint? En oh, ik wil nog één vraagje erbij nog gooien is, dat helpt mij misschien ook wel verder. Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen tijdens oud opnieuw? Dat vraag ik mij af. Momenteel ik, wat ik ga doen tijdens oud opnieuw is hoogstwaarschijnlijk 9 van de 10 kansen ben ik bij mijn eigen thuis samen met mijn maatje. Maar dat wordt ook allemaal deze weekend te goed besproken. Denk er ook aan, de 16e, de meet and greet deze weekend, zaterdag bij Jurgen's Christmas House. Omdat dat bij jullie al lang in de agenda al staat. Want dat staat ook al redelijk lang ook al op Discord aangegeven van dat er een meet and greet 1.5 zit aan te komen. Wat bedoel ik dan met 1.5? De 0.5 versie is altijd de winterversie. En de ronde getal, bijvoorbeeld 1, 2, 3, is dan de zomereditie. Dus ik doe het 2 keer in een meet and greet bij Jurgen. Nu bij Jurgen's Christmas House. En dan is het bij Verano.
Ja, dan heet dat niet meer Jurgis Kustbeschouwing, maar dan heet dat Verano. Voilà, dan weten jullie dat ook. Wat kan ik nog zeggen? Als je iets hebt voor bij de meet and greet, is dat altijd mooi meegenomen. Geef het ook, ik laat het ook dan zien ook in de vlog. En als jullie ook in de vlog willen komen, spreek me dan gerust aan. Hè. Ik eet jullie niet op. Hang, hang, hang. Ik eet jullie echt niet op. Dan weten jullie dat. Voilà, even kijken voor in te voegen. Ik zat op de rotonde aan de binnenkant. Dan moet ik naar de buitenste rijvak om terug gaan als ik wil afslaan. Ik ben ook geen perfecte chauffeur. Ik ben echt geen perfecte chauffeur, dat geef ik ook eerlijk toe. Maar ik ben, ik let nu wel meer en meer op de baan tegenover ook vroeger. Dat merk ik ook. Vroeger was ik ook wilder op de baan en al. Ja. Dat mij heeft laten spelen. Oeh, die wil ik zijn haar en nek ombrengen. Het is een haar. Nee hoor. Doe het graag. Ik doe het graag. En ik hoop dat jullie ook die timeslapjes al hebben genoten van Rumicup. Dat ik en mijn schatje samen hebben gespeeld. Zo een mooie versnelde beelden. Maar dat zit er nog wel nog meer in de toekomst nog aan te komen. Gaat Bea vandaag ook in de vlog voorkomen? Dat hoor ik jullie nu ook afvragen. Gaat Bea erin komen? Gaat Bea erin komen? Dat hangt altijd van haar af. Ik laat haar dat altijd zelf beslissen. Als zij niet in beeld wilt komen, dan probeer ik daar ook rekening mee te houden. Vanaf nu. Ik heb dat al vaak gezegd. Ik ga dat wel proberen. Kerstversieringen zijn zo die buiten hangen. Hoe komt dat? Alleen mensen, versieren jullie tuin. Dat is leuk. Leuk, leuk, leuk. Want als ik s'avonds thuis ben, dan doe ik ook mijn kerstverlichtingsjes aan mijn balustrade. Allee mensen, ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal ja, bij de volgende fragment. Salukes en de post. Yo, 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 yo. En nog een keer. Yo. Dan ga ik nog wat.
wat verder luisteren naar muziek. Dus luisteren waar ik dat nu op is. Oh my god, dat van Titanic. Van Titanic! Kennen jullie het nog? Van Titanic. Titanic, of hoe je het ook moet uitspreken. Allee, tot later allemaal. Yo, 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 ik ga naar Titanic luisteren. Yo. Zo mensen, ik ga jullie even neerzetten. Voilà. Heb ik de afwas gedaan. Maar er is iets naar boven gekomen. Ik ga het jullie subiet laten zien als ik volledig rond ben met afdrogen. Hier zijn ze onderaan iets aan het mixen. Ik mix. Ik ken die tongbreker niet meer. Kan iemand dat eens in de comments zetten? Die tongbreker van de mixer. Dan wil ik die nog wel eens een keer eens proberen. Nog iets voor in de comments te zetten. Come on. Wel, dit wordt echt de comment video. ik ben ook de Psycho TV Discord. Mensen hebben al een kleine preview naar mijn nieuwe Discord server. Daar zal het alleen maar in het Engels mogen gepraat worden, omwille van het is een server die bedoeld is voor iedereen, wereldwijd. En niet alleen maar voor Psycho TV, maar ook voor andere evenementen, organisaties, noem maar op. Het is een LAN party Discord. En dus dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Ik ben nu nog de laatste handje aan het pakken. Dus nu de laatste kommetje. Pakske, of hoe jullie dat ook noemen. Kijk. Ik heb nu jullie laten zien. Even de handdoeken bij elkaar leggen. Voilà. Kijk. Hier. Op mijn toestelletje ziet je hier een onderhoudsmeter en dat ik geen vlam heb. Nu gaan we dan zo door naar de berging toe, waar de grote kast staat. Dus die kast. En wat staat daarop? Oh, oh, oh. Zien jullie het? En nu is mijn vader onderweg. Ik heb ook al naar Ingie Koffili ook al gebeld. Maar het schijnt dat ze een hele drukke avond hebben. En dat de techniekers niet direct vrij zijn. Dus dan heb ik ook maar even naar mijn vader gebeld. Want mijn vader die kent ook wat van waterbouwers af en al. Dus die is nu rustig op zijn gemakje onderweg. Ik heb sowieso gezegd van je moet je niet haasten. Dus alles komt wel goed. Voilà. Wat een dag. En ik ga sowieso ook nog één ding iets zeggen. Is mijn ene videoproject is nu al 37 uur, 34 minuten en 38 seconden al aan het renderen. En ik denk dat mijn vader al hier is. Eens even horen. Hallo? Ja, het was mijn vader. Dus we gaan even jullie laten. Dus ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 zo, yo, mijn vader is terug weg. Ik ga jullie ook nu even tonen wat ze juist hebben gedaan. Wat mijn papa heeft gedaan. En wel, we zijn hier terug bij de kranen. Dus jullie gaan nu zien. De error is weg. Voilà. Die druk, die stond onder. Onder die stippellijntjes, puntjes. Mijn papa heeft dan met deze kraan. En deze kraan. Deze en deze. Heeft hij dan terug toegevoegd. En dan moest ik even aan mijn pompbak warm water nemen. Even stoppen. En dan terug eens warm water nemen. Tot het echt warm water erdoor komt. En dat is ook dan gebeurd. Voilà.
Dankjewel, vader. Dankjewel dat jij bestaat. Dankjewel, papa. Jij bent de angel van de wereld. Ik zal het zo zeggen. Angel van de wereld. Dan wil ik nog even naar een paar kijkers even een commentaar geven. Die vlag, die blijft hangen. Zal ook niet vervangen worden door Vlaams Belang vlag. Ik doe niet mee met de politieke spelletjes. Nee, nee, nee. Misschien een paar jaar geleden wel, maar nu niet meer. Wat er allemaal in de politieke wereld aan het gebeuren is, ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee. Dus, die vlag, of dat vlag, blijft hangen. Dankjewel. Even ertussen, hè. Even ertussen. En nu ga ik nog kijken wat ik nog kan doen. Misschien nog zelfs nog in een ander. Ik weet het nog niet. Maar wel samen met mijn allerliefste schatje van de wereld naar familie kijken. Ja, ja, ja. Zoals gezegd, ja, nog de Q. Die gaan we ook nog vandaag nog afhandelen. Dus dat die ook nog tijdig online geraakt. Er zijn nog redelijk wat vragen binnengekomen. Van Steven Noppen ook nogal wat tijd. Hoe ga je om met Writer's Block? Ik ken dat niet. Writer's Block. Welke stappen heb je genomen om je kanaal te laten groeien? Probeer elke dag nu toch wel een video online te krijgen. En ik ben ook nog momenteel bezig met een megaproject. Rondom Kerstmis, maar die gaat ook nog ergens bij Kerstmis online komen. Maar dat meer informatie ook binnenkort. Hoe blijf je gemotiveerd om video's te maken zelf als je niet veel views krijgt? Mij maken de views wel een klein beetje uit. Dat geef ik wel eerlijk toe. Dat maakt me een klein beetje uit. Maar het moet altijd nog altijd een hobby blijven. Wat zijn de voordelen van YouTuberschap? Er zijn heel veel deuren voor mij opengegaan. Dus ook voor te filmen, noem maar op. Ja, voilà. Wat zijn de uitdagingen of moeilijkheden waar je mee te maken hebt? Om goede content te vinden. Om echt goede content te vinden. Om jullie toch altijd wat leuker en... ja, leuke beelden te kunnen afgeven. Dan, dat is van Steven Noppen. Hè. Steven Noppen heeft zijn maximumvragen al ook bereikt. Ik ga ik ook wel even zeggen, want daar zijn nog redelijk wel veel vragen waar ook van Steven Noppen nog van af gaan komen. Hoe ga je om met de concentratie en vergelijking met andere YouTubers? Concentratie en andere vergelijkingen met andere YouTubers. Ik keek daarnaar op wat ze allemaal afleveren en al. Hoe ze eigenlijk achter hun eigen een team hebben kunnen opbouwen bij YouTube. En zo eigen bedrijven uit de grond hebben kunnen stampen. Voilà. Dan, wat is jouw geheime tip voor succesvol worden als YouTuber? Deze geheim geef ik niet vrij. Voilà. Of anders is dat ook geen geheim. Hoe zorg je ervoor dat je video's origineel en creatief blijven? Dat weet ik niet. Dat weet ik totaal niet. Ik probeer maar ook altijd maar iets in elkaar te flansen. En hopelijk is het wel soms wel eens iets heel goeds. Hoe reageer je op de veranderingen in het YouTube-algoritme? Wat je daarmee bedoelt met de algoritme... dan moet je mij dat toch wel eens iets beter uitleggen, Steven Noppen. Welke rol speelt feedback van je kijkers in jouw contentcreatieproces? Ik lees alle reacties, je ziet het. Voilà, ik ben het weer al aan het voorlezen. En ja, hoe ga ik daarmee om? Ik probeer daar nu toch wel deftig mee om te gaan. En ook om te kijken van hoe het gaat, dit, dat. Hoe kan ik mij ook verbeteren? Waar kan ik mij nog in verbeteren? Ja, dus met die feedback. Hoe zorg je ervoor dat je persoonlijke connectie behoudt met je kijkers?
Daar moet ik nog heel zwaar aan werken, Steven Noppen. Dus dat is niet zo goed. Hoe ben je omgegaan met negatieve ervaringen of moeilijke periodes op YouTube? De mensen die kritiek hebben of negativiteiten hebben naar mij toe, die flikker ik nu gewoon van YouTube af. En ja, ik probeer naar mijn positiviteit te werken, leuke content te geven en al, zodat ik nu de Q&A-bevragingen te doen. Wat is je beste herinnering aan het maken van video's? Het maken van video's. Dat je toch nog redelijk veel rekening moet houden van, ja, kijk, die wil niet op de beeld komen, die wil niet op beeld komen. Ik snap het niet. Dat maakt mij het filmen ook wat pak moeilijker tegenover de andere mensen die er gewoon erop los filmen. Wat zijn de toekomstplannen voor je YouTube-kanaal? Nog meer content te kunnen afleveren? Heb je ooit spijt gehad om video's die je hebt geüpload? Sowieso, sowieso. Want ik probeer nu echt elke dag dagelijks een video dus af te leveren. Welke vaardigheden heb je geleerd sinds je begon met YouTuben? Vaardigheden. Niet zo echt veel. Dat ik ook nog moet luisteren naar de kritiek. Zo gelijk. Koop ook eens een studiolamp of koop een GoPro om betere beeldkwaliteit af te leveren aan uw kijkers. Voilà. Ik zit nu bij mijn GoPro te filmen. Hoe breng je creatieve ideeën tot leven in je video's? Dat weet ik niet. Voilà, ik ga Steven Noppen. Ik wil ook nog de andere mensen ook nog aan de beurt laten. Voor de rest ga ik eens even gauw eens kijken als er iets, nog iets leuks ertussen staat. Of anders moet je nog eens uw dingen vragen het er nog een keer eens posten. Oké. Dan e-mails pro viewpot. Wat is er met uw Airfles gebeurd? €100 in de vuilbak? Nee. Je mag het echt aan mijn. Ik zat zelfs ook dat nog filmen, dus dat is voor de vlog van de dag erop. Je gaat zien dat die ook nog altijd in mijn auto ligt en ook in mijn rugzak ligt. Dus ik pak die elke dag mee naar mijn werk. En ik drink daar echt elke dag aan. Dan. Kipknot, vertel iets over jezelf. Dat heb ik al gedaan. Noem drie positieve en drie negatieve eigenschappen van jezelf. Negatieve, dat is ja, dat ik heel veel heb gelogen vroeger. Aan de drugs. En niet luisteren naar mijn mods. Dat zijn mijn negatieve activiteiten. Positieve activiteiten. Ik heb een vriendin leren kennen. Die toch goed dicht bij mij is. En ik ben er ook echt 100% dankbaar voor. Dankjewel, schatteke, dat je er bent voor mij. En ik kan niet zonder jou leven. Dat is mijn positiviteit. Dat is nummer 1, dus Bea. 2, Chris ook. Die geeft mij ook een positieve vibe toe om gaan te wandelen in de natuur en al. Voilà. Wat spreek je minder aan in je job? Minder aan mijn job is als ik bijvoorbeeld naar Bijwel-Sint-Truiden moet gaan. Ik zit daar niet zo graag omwille van. Mijn hart ligt toch meer bij Globergem. Omwille van dat daar een hele leuke team is, punt uit. En dan spreek je, wat spreek je aan in de job? Dus het leuke, een hele goede team en al, dat we op elkaar ook kunnen rekenen, noem maar op. Wat spreekt jou aan in het bedrijf? Dat het een leuke sfeer is in Globergem, voilà. Waarom ben je op zoek naar een nieuwe job? Momenteel ben ik niet meer op zoek naar een nieuwe job. Maar als bijvoorbeeld ook Secretv een eigen bedrijf wordt, ja, dan dat is dan ook mijn nieuwe job. Waarom ben je een goede aanwinst? Een goede aanwinst is bijvoorbeeld, ik ben nu redelijk vlot ook al in het inpakken, het ontstickeren van bussen en al. Dus dat doe ik echt heel, heel, heel graag. En bestickeren van bussen, noem maar op. Dat is een goede aanwinst. Wat zijn jouw verwachtingen voor de toekomst? Meer abonnees, hopelijk. Vertel over een professionele situatie waar je misging met en wat dit deed en leerde.
leden is dat heel veel kijkers van, je moet niet aan die dingen kopen, bla bla, die dat. Van, terug als mijn leermoment. Wat is jouw loonverwachtingen? Dat wel, geef ik niet openbaar weer. Welke vragen heb je zelf nog? Als ik zelf nog vragen heb, ja dan... voilà. Dan, Fred Kroket. Ga je naar FOM? Ik ga naar FOM, Frecomatic. Waarom fluister jij hier de hele tijd? Toen ik de griep heb, kon je gewoon luid op praten. Welke vorm van griep had je hier? Ik was tot hele zware verkoudheid. Dan de negatieve reacties, die lees ik dus gewoon niet voor, zo gelijk van Alivator. Dan Fred Kroket. Wat is de grootste angst buiten spinnen? Wat is je grootste talent? Mijn grootste angst nu nog is nog altijd de hoogte. Ik heb nog altijd hoogtevrees. En wat is mijn grootste talent? Mijn grootste talent is, die heb ik nog zelfs nog niet gevonden. Dat is mijn grootste talent, dat ik het nog niet heb gevonden. Dan, Exo, Fred Kroket, die praat echt zoals Dookie. Denk jij dat Dookie kan zijn op een fake account? Dat kan ook altijd. Dan Kipknots, opnieuw. Oh my god. Dimitri, vertel eens, hoe ben je zo ongelooflijk succesvol geworden in je persoonlijke leven? Wat is jouw geheim? Wat is mijn geheim? Dat weet ik niet. Mijn eigen gewoon blijven. Dat is mijn geheim. Ik heb gehoord dat je een fantastische familie hebt, Dimitri. Kun je wat delen over de sleutels tot het behouden van zo'n geweldige gezinsleven? Mijn papa en mijn mama, dat zijn twee schatjes van de wereld. Mijn moeke ook. Zijn ook een schatje van de wereld. Die staan ook altijd klaar voor mij als ik het ook moeilijk heb. En dat wil ik ook altijd behouden. Punt uit. Dat wil ik behouden. En zonder familie kan ik... een andere familie kan ik niet inbeelden. Dimitri, jouw prestaties zijn enorm. Wat motiveert je om steeds opnieuw de grenzen te verleggen in je persoonlijke en professionele leven? Gewoon mijn eigen blijven. Punt. Dimitri, wat is de meest uitdagende obstakel dat je hebt overwonnen in je persoonlijke leven en hoe heb je dat gedaan? Mijn uitdagende obstakel dat ik heb overwonnen is het vloggen. Nu proberen ook in openbaar proberen te filmen en al. Dus dat was mijn obstakel en momenteel geeft me dat ook een goed gevoel om verder te doen. Ze zeggen dat je achter elke succesvolle persoon een geweldige mentor staat. Wat is jouw grootste inspiratiebron, Dimitri? Enzo Knol. Dimitri, laten we het hebben over jouw dagelijkse routine. Hoe structureer je jouw dag voor maximaal succes? Gewoon onder mijn vrienden zijn. Mijn eigen blijven, onder de collega's zijn, dat geeft me een dagelijkse goede routine. Ik heb gehoord dat je een geweldige beslisser bent, Dimitri. Wat is jouw proces om die grote, impactvolle keuzes te maken in je persoonlijke leven? Oh, dat weet ik niet. Ik heb gehoord dat je een geweldige beslisser bent, Dimitri. Wat jou precies om die grote impactvol keuzes? Die vraag moet ik gaan passen. Oh my god. Dan. Dimitri, iedereen maakt tegenslagen mee. Hoe herstel je van uitdagingen en blijf je vooruit gaan? Ik ben een vechter en ik zal altijd een vechter blijven. Als iemand zegt van stop met YouTube-filmpjes te maken, flikker op. Ga dan naar een andere YouTuber. Kijk, als je toch niet graag naar mij kijkt, dan. Ik blijf mijn eigen hobby uiten. En als u dat niet aanstaat,
Kijk dan naar iemand anders, er. Punt. Maar ik wil mijn eigen hobby behouden. Als ik een tegenslag heb, ik blijf daar gewoon tegen vechten en ik ga gewoon verder en probeer die tegenslag weer al iets een succesvol ding te maken. Ik heb al heel veel tegenslagen gehad hoor in mijn leven, echt waar. Ik heb foto's gezien van jouw prachtig huis, Dimitri. Wat is jouw favoriete kamer en waarom? Mijn favoriete kamer is hier de woonkamer. Omdat van hier wordt geleefd en al. Hier worden ook de filmpjes gemaakt op YouTube en al. Hier worden ook livestreams gedaan, noem maar op. Dat is dus mijn favoriete plek dus dan in mijn huis. Dimitri, je lijkt een ongelofelijk balans te hebben tussen werk en privéleven. Hoe lukt het om je evenwicht te behouden? Dat is soms wel heel moeilijk hoor. Heel moeilijk. Dus omwille van... Als ik gedaan heb met werken in het loopagent, dan begint ook dat van Psycho TV terug opnieuw. Dus dan moet ik ook altijd terug content proberen te maken voor jullie. En ja, dat lukt niet altijd, maar ik doe toch mijn best. Jouw aanwezigheid op sociale media is enorm. Dimitri, hoe gebruik je jouw voordeel in je persoonlijke en professionele leven? Daar ga ik ook mee passen. Dan gaan we door naar EXO! Hé, hey, waarom is mijn mod weg? Heb je die afgepakt? Ja, maar je hebt hem al uiteindelijk nog teruggekregen. Was ik een goede mod of afgelopen jaren dan? Ja. Ah, jawel, je was wel een goede mod. Wat vond jij een favoriete moment samen als CEO en mods? Dat wij veel in discussies hebben gelegen. Weet je nog hoe ik eruit zie? Ik heb ondertussen al... Ik heb je ondertussen al 10 keer gezien in het echt. Oké, proficiat. Mag ik mods bij Psycho TV op mijn cv zetten? Ja, dat mag je altijd. Oké. Voilà. Dit waren de QQ... Toch niet. Nog één iemand van Alivator. Dus dan hebben we de Q&A van Discord voorgelezen. En dan moeten we dat ook nog van YouTube... voorlezen. Dus ik ga ook al YouTube al op mijn computer al open doen. Dan zing ik meestal hoor dat... Waarom ben ik zo goed gezind? Ik weet dat niet. Dus Alivator, uw laatste vragen van Discord. Bestel jij op restaurant wel eens frieten met patat en kroketten en puree? Dat is allemaal één juist hetzelfde ding. Omwille van, dat is van een aardappel gemaakt. Hoorde gisteren dat aardappelen misschien gaan uitsterven, maar gelukkig ga ik dan gewoon frieten eten in de plaats. Top ideeken. Als er geen aardappelen meer zijn, dan zijn er ook dan geen frieten meer. Heb je nog teruggepakt of ben je aan het afkicken? Ik ben aan het afkicken, dus ik ben echt aan het afbouwen. Ik geef dat ook eerlijk toe. Kijkt Bea links en rechts als ze overzicht of doet ze dat tegelijk? Zoiets vraag je niet. Want ik vind dat... op deze vraag ga ik ook geen antwoord geven. Heb je ooit zelf al met een ambulance gereden? Heel eerlijk, nee. Hoeveel auto's heb je al gehad? Ford, dan die kabinetje. En nu deze 3. Ben je nog bevriend met Evelien en Glenn? Ja, natuurlijk. Hoeveel stafjes rook jij op een dag? Gemiddeld 8 tot 10. Meer niet. Eet jij wel eens kaas? Zo ja, ben je fan van schimmelkaas of kaasrand? Alleen maar kaas op mijn spaghetti. Voilà. Dan gaan we door naar de Q&A van... zeg het. Van YouTube. Vlog 1693. Hey, lekker bezig, man. Ik zweer, ik heb nog nooit iemand met zoveel dedication gezien voor zo weinig keep up to work. My G. Dankjewel, Verens.
Dus daar geef ik ook wel een hartje. Dan Romeo. First. Oké, een likeske. Dan gaan we door naar de vorige Q&A. Vlog 1694. Daar zijn 9 reacties op gekomen. Emiel, je hebt al het geheugen van een vis. Dus je bent bijna een vis. Oké, vissen kunnen niet praten, dus voilà. Je kunt het inderdaad niet volhouden. Ik probeer daar mee aan te houden. Dude, dan opnieuw. Dude, hoeveel keer hebben we het al gezegd? Stop met muziek af te spelen tijdens de Q&A. Wel, hoort je hier nu muziek? Nee. Zo integraal al die vlasjes onmiddellijk willen verwijderen op uw achtergrond. Die vlag, ik heb het nog een keer gezegd, die blijft hangen. Is Bea zwanger? Bea is niet zwanger. Boterhamvlogs. Dan opnieuw, hey, denk dat jij niet veel landen moet bezoeken als je niet veel lust qua eten makker. Ik heb al redelijk veel landen al bezocht hoor, in Europa. Boterhamvlogs, volgende keer die kutmuziek af, AIB. Moeilijk om te horen zo, oké? Momenteel geen muziek meer, dus ik heb naar jullie geluisterd. Dan vlog 1695, 1 reactie. Beterschap, dankjewel, Miep. Dan vlog 1696. BA, veel beterschap met een hartje, dankjewel. Ik ben nog altijd wat verkouden, je hoort het ook aan mijn stem. Maar ik doe nu mijn best ook om mijn Q&A ook volledig af te werken. First Last, heel veel knuffels, veel beterschap. Dankjewel, First Last. Al 11 jaar bezig, je kunt beter stoppen. Ik stop nooit. Het is een hobby van mij en ik zal ook nooit stoppen met mijn hobby. Je bent een goede YouTuber en bedankt voor de fijne vlogs. Dat moet vlogs zijn, BA. Tijdfoutje, kan gebeuren, kan gebeuren, kan gebeuren, BA. Hartje, hartje, hartje. Ik wil jou eens eigenlijk wel eens in het echt wel eens ontmoeten hoor. Jij post altijd zo goede comments. Dat doet mij hier in mijn hartje deugd. Dan vlog 1697. Daar zijn 5 reacties op gekomen. Maar ik zie... Oké, First Last. Goed, dankjewel. Dan geluid valt weg. Klopt, wegens copyright. Dan en credit en andere grote YouTubers laten gewoon al het geluid erin. Zal wel aan u liggen, maar het kijken... het kijken ondraagbaar. Elke 3 seconden pauzeren ook appetant. PsychoTV.be. Oké. Encrypted, sorry als het dan zo is in die trailer. Ik heb ook geprobeerd om iets neer te zetten dat ik ook ziek was. Pair Force One, Dimi, vraag je over je Hollybee flasken. Ben je ook een grote voorstander van fluiteken, kap en dan zeggen: ben nu een vrouw? Bedankt met vriendelijke groeten. Wat je daarmee bedoelt, ik snap het niet, uw vraag. Dan vlog 1698. Er zijn 2 reacties opgekomen, waaronder waar ik het zelf heb op gereageerd. Is dat de LBQT-vlag? Ben je bi? En daar heb ik dan op geantwoord. Ik ben bi, ja. Voilà, ik kom er ook eerlijk aan uit. Dan vlog 1699. Daar zijn 7 reacties op gekomen. Benny de Slimste, wat manieren zijn dat om schieten te laten? Hebben ze u integraal geen manieren geleerd in het brakkenveld? Ze hebben mij wel manieren geleerd, maar ja, als ik eens een schietje wil lossen, dat is de natuur. Voilà. Dan Boerside de Pins. Line Gaming gaat weer 50 euro vragen om uw Windows te upgraden. Wat je letterlijk zelf kunt doen na 2 minuten googelen. Dan ben je toch een loser. Wel, hij doet dat helemaal integraal gratis, Boef. Dus je moet dat niet zo noemen. Want iedereen die zelf dus als het woordje loser gebruikt... Luister nu goed, hè, Boef. Is zelf een loser.
Die kunnen het niet beter dan mij dan doen. Dan zijn dat zelf losers. Dus, oh, achter hun eigen toetsenbord, achter de schermke, oh, een reactie plaatsen. Oh, ik heb erbij schrijven, loser. Dat kan iedereen. Dat kan iedereen. Maar het ook effectief doen en al, en ook het zeggen en ook het allemaal openbaar gooien, dat is een ander verhaal, boef. Dat zou jij niet durven. Dan encrypted. Echt goede content, dit, Dimitri. Als dit uw niveau vlogs is, gewoon stoppen IB. Fuck off, yes. Dat krijg jij als reactie, encrypted. Ik stop niet. Wie gebruikt er nu nog Windows 8? Als je dat nog gebruikt in 2023, zei de Tom. Ik kan je één ding zeggen, dat was eigenlijk gewoon altijd een tv-pc. Maar omwille van dat ook, zeg het. Oh, help. Bea, mee gaat naar LAN-parties toe. Dus mijn lieverd. Mee gaat naar LAN-parties toe. Is dat ook zo wat een gaming-pc geworden. Maar we zijn ook aan het uitkijken voor naar echt naar een gaming-pc, ook voor haar. 10 klontjes suiker in uw koffie. Wanneer diabetes? Dat weet ik niet. Boterhamvlas en veel melk en dan verbaasd dat hem buikpijn heeft. Ja, sorry. Ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten, van deze hele lange vlog. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Tot later allemaal. Yo, yo, yo.